Max Verstappen heeft pole veroverd tijdens de kwalificatie voor de sprint in Oostenrijk. Met zijn ronde van 1.46 was hij minimaal sneller dan de nummer 2, Lando Norris. In de derde tijd was er voor zijn teamgenoot Oscar Piastri. Er waren wederom problemen bij het team van Ferrari. Charles Leclerc kon geen tijd neerzetten omdat hij te laat aan zijn snelle ronde begon. De sprintkwalificatie was inderdaad niet de spannendste kwalificatie die we ooit hebben gezien. Echter, Lando Norris zat wel weer dichtbij Verstappen en dit jaar is dat toch wel zijn grootste uitdaging gebleken. Max maakt zich weliswaar geen zorgen richting de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk die zaterdag op het programma staan. We gaan het morgen zien. Ik maak me er niet zoveel druk om. Ik ga weer van mijn avond genieten en dan gaan we het morgen weer proberen. Zo zei hij na afloop van de sprintkwalificatie. Ja, voor Daniel Ricciardo was het wederom een drama. Hij viel direct uit tijdens SQ1 en ook voor het team van Aston Martin was het niet echt een goede vrijdag. Lance Stroll en Fernando Alonso die kwamen niet verder dan de tweede sessie. Charles Leclerc die verloor tijd toen zijn motor leek uit te vallen net voordat hij de pitstraat wilde verlaten en dit kost hem veel tijd. En zorgde ervoor dat hij de finishvlag bereikte zonder een snelle ronde te rijden. Leclerc zal daarom de sprintrace starten vanaf de tiende plaats. Jos Verstappen dan, die zou dit weekend ook een rondje gaan maken op de Rebel Ring in een RB18 weliswaar. De auto waarin Sebastian Vettel in 2012 voor het derde seizoen op rij wereldkampioen werd. Ja, het was de bedoeling dat hij tijdens de Legends Parade een rondje zou gaan rijden. Echter ging dit niet door, want volgens Jos heeft Christian Horner er alles aan gedaan om dat tegen te houden. Jos Verstappen en Rebel Racing die hebben het de afgelopen tijd op de achtergrond vaak aan de stok met elkaar. Vooral tussen teambaas Christian Horner en Jos. Ja, lijkt er toch wel vaak wat oneenigheid te zijn. En dit is volgens Jos dan ook de reden dat hij niet in actie komt dit weekend. In gesprek met de Telegraaf gaat Jos Verstappen in op het niet rijden in de RB8. De voorbije dagen heb ik van meerdere kanten gehoord dat Christian Horner er alles aan heeft gedaan om mij niet te laten rijden. En om anders ervoor te zorgen dat er niets gefilmd zou worden. Dan denk ik, zeg het in mijn gezicht, want op deze manier hoeft het niet voor mij. Ik vind het heel teleurstellend. Ja, Verstappen senior liet zich bij diverse Nederlandse media uit over de situatie, zo ook bij Formule 1.nl. Er zouden opnames, ook met een drone, van gemaakt worden, maar Horner wilde niet dat ik gefilmd zou worden. Hoe kinderachtig kun je zijn? Ik ben helemaal klaar met hem. Het lijkt wel een kleuterschool. Ik had wel mogen rijden, maar ik heb me teruggetrokken. Ik vind dit zo kinderachtig van Horner. Het zegt wel iets over hem, denk ik. Aldus Jos tegenover Formule 1.nl. Was hem dan, het GPFans nieuws van de vrijdagmiddag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten. Dan zie ik je morgen weer. Tot dan. Hoi.